Zal iets vroeger beginnen, nou zo geweldig goed weer hebben gebracht. Bon, mijn naam is meester Jozef. En vanaf nu antwoord jij allemaal met ja meester of nee meester, al naar gelang het uitkomt. En je doet dat op teken van de meester. En het teken van de meester is dit. Is dat goed begrepen iedereen? Ja, meester. Ja, dat nog eens herhalen, allemaal schoon, luid, klaar en duidelijk en samen. Is dat goed begrepen allemaal? Ja, meester. Goed, zo, we gaan niet schreeuwen, we gaan dat gewoon zeggen. Mooi zo. Goed zo. Janneke, welke dag zijn wij vandaag? Zondag. En de rest zwijgt. Zondag, meester. Heel goed, Janneke. En welke datum zijn we vandaag, Janneke? 26 augustus, meester. Heel goed, Janneke. Welk jaar zijn wij? 1912, meester. Heel goed, Janneke. We zijn vandaag zondag 26 augustus 1912. Heel goed. En je moet allemaal heel blij zijn dat je naar school mocht komen. Want als je goed je best doet, dan word je allemaal heel goede boeren en heel goede boerinnen, net zoals je ouders. En dat is toch wat je allemaal wilt, is het niet? Ja, meester. Goed zo. Voilà. Nu, om de les van vandaag te beginnen. Het zal een korte les zijn, dat is zondag vandaag. Om de les van vandaag te beginnen, zal de meester in zich gaan kijken hoe het zit met de lichaamshygiëne. En ik ga eens kijken hoe het zit met de handen en met de nagels. Dan gaan we eens controleren of die proper en netjes gewassen zijn. Dus gelijk allemaal uw handen eens op de bank met de nagels naar de bovenkant gericht. En dan komt de meester eens kijken hierop. Kijken naar uw handen. Dat is goed. En de rest, dat gaat altijd in volledige en volstrekte stilte. Goed zo. Alles wat ik wil horen, als je niet moet antwoorden, is het getoppel van de regen. En dat horen we voldoende. Heel goed. Dan blijven hier zo schoon braaf kindjes in. Goed zo, goed zo. Goed zo. Allee, en niet te kort bij elkaar zitten. Hè? Goed zo. Heel goed. Heel goed. Heel goed zo. Janneke, wat is dat? Wat is dat? Ringenmeester. En wat heb ik aan die oren hangen? Want een ijzeren winkel hangt daar allemaal. Oorringenmeester. En als kijk je, kijk eens naar de meester. Allee, doe dat van boven een beetje toe. Ringenmeester. Ik kijk daar recht al in. Dat is de bedoeling, meester. Allee, dan moet je niet meer lachen. Jij geeft aanstoot, dat pak ik op in de nasen. Ja, dat graag, meester. Ja, ja, dat weet ik, dat weet ik. Je weet dat je nu dat meneer pastoor daar niet pakt. Want je weet dat je nu twee zonden, hoogzonden, tegelijkertijd begaat. De zonde en die komen gaan. De zonde van hoogmoed en de zonde van ijdelheid. Want je maakt jezelf schoner dan dat je in werkelijkheid zijt. En dat heeft meneer pastoor niet graag, dat weet ik. Ja, meester. Ja, meester. Goed zo, goed zo. Heel goed, heel goed. Heel goed. Oh, goed, goed zo, Jean. Dat is heel goed. Allemaal goed. Ook die vandaagse studie hier. Heel goed. Goed zo. Heel goed. Dan gaan we nu over tot het belangrijkste gedeelte van de les, zoals dat iedere les is. En dat is het leren van de catechismus. Want weet zoals meneer pastoor zegt, alle wegen leiden naar God. En daarom gaan we de catechismus. Allee, de heilige drievuldigheid komt hier in staan. Goed, en dan gaan we hier eens beginnen aan de catechismus. En hoe gaan we dat doen? De meester leest voor wat er in het rood staat. En jij antwoordt en leest allemaal wat er in het zwart staat. Op teken van de meester. Is dat goed begrepen? Ja, meester. Heel goed. Voilà, hier gaan we. Is er meer dan één God? Nee, er is maar één God. Goed, nu
gedaan. Maar om dat allemaal schoon te kunnen onthouden, gaan we daar gebaren bij doen. En die gebaren doen we ofwel met onze twee handen, en soms moeten we die gebaren doen met één hand. En als we die gebaren met één hand doen, Giljonneke, welke hand gebruik ik dan? Rechtermeester. Heel goed, Giljon. En weet je ook waarom wij de rechterhand gebruiken, Virginieke? Waarom? De linkerhand is des... Heel goed, Virginieke, want de linkerhand is des duivels. Dus gebruiken we ofwel onze twee handen, ofwel de linkerhand. Kijk nu goed naar de meester. Is er meer dan één God? Nee, er is maar één God. Tuurke, braaf zijn, hè? En niet de hele tijd naar dat meisje zitten te loeren. Dat is ook goed weekend. Allee, en houd jij maar alles toe te zien. En waarom gaat je niet zitten? Kun je er niet in? Meestal is het andersom. Allee, hier gaan. Let goed op. Is er meer dan één God? Nee, er is maar één God. Heel goed, heel goed. Ook niet op het achtste studie, heel goed. Je ziet, als je maar volhoudt, dan lukt dat. Ook al heeft onze lieve heer u niet zo goed bedeeld als de andere mensen, dat toch moet je... Dat is waar, hè, Jonke, maar je zegt wel gelukkig, hè? Wat zeg je? Heel gelukkig, meester. Ja, maar je zit wel redelijk kort tussen die twee vrouwen in, dan. Misschien zijn ze daarom net gelukkig. Ja, goed. Tweede vraag, en dat wordt een beetje moeilijker, want dat zijn al twee regeltjes. We gaan ze eerst eens allemaal samen lezen. Waar is God? Waar? Oké. Waar is God? God is overal. In de hemel, op de aarde en op alle plaatsen. Heel goed zo, heel goed. Nu gaan we daar de gebaren bij doen, moet je goed opletten. Waar is God? God is overal. In de hemel, op de aarde en op alle plaatsen. Zo gaan we dat doen. Allemaal samen. Wie het niet goed doet, komt hier naast de meester van voorstaan. Waar... Waar is God? God is overal. In de hemel, op de aarde en op alle plaatsen. Heel goed. Je zou dus moeten zien wat de school zich te bezig heeft. Heel schoon, heel schoon. En nu de laatste. Janneke, wat scheelt, hè? Wel aan het schatten. Janneke, wat scheelt, hè? Niets meer. Goed. En nu de laatste vraag. En dat is de moeilijkste. Allemaal samen lezen. Ziet en weet God alles? Ja, God ziet alles. Zelfs onze geheimste gedachten. Hij weet alles. Ook de toekomstige dingen. Heel... Janneke, ik zit weer bezig. Dus en nu gaan we hier heel goed de gebaren bij doen. Let goed op. Ziet en weet God alles? Ja, God ziet alles. Zelfs onze geheimste gedachten. Hij weet alles. Ook de toekomstige dingen. Heel goed. Vooral die kinderen hier in de middelste rij, die doen dat heel goed. Heel flink en heel goed. Goed zo. Jij doet dat heel goed, begin. Wie zijn uw ouders? Waar zijn uw ouders? Waar is uw vader en uw moeder? Is dat uw moeder? Is dat uw moeder? Dat zou je niet zeggen. Zo ziet je maar dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn. Zo'n schoolkind. Goed. Nu gaan we daar de gebaren bij doen. Ziet en weet God alles? Ja, God ziet alles. Zelfs onze geheimste gedachten. Goed zo.
Hij weet alles, ook de grootste dingen. Heel goed, heel goed. Wat ik moet zeggen, de meester is heel blij. Laat jij Tuurken eens met rust. Ja. Dat mag ik niet goed. Het zo moeilijk. En je moet maar nadenken, Tuurke, er zijn ook goeie vrouwen. Ja, ze zijn niet gemakkelijk te vinden, dat moet ik doen. Maar, en omdat je allemaal zo goed de best gedaan, dat de meester zo blij en zo gelukkig is, en om een beetje zonneke te brengen op deze triestige dag, krijg je nu van de meester een schoon verrassing. En dan gaan we allemaal samen een liedje zingen. Want je zingt toch graag liedjes, is het niet? Ja, meester. Goed zo. Ai, Alberti, kom eens hier. Allee, je moet niet lachen met Alberti. Dat is normaal. Dan gezien je. Die gaan we liedje zingen en de meester, we gaan voor vandaag het liedje zingen van het aapje. Ja, het aapje. En de meester gaat één strofje eventjes voorzingen, zodat je weet hoe het gaat. En daarna gaan we dat allemaal schoon, luid, klaar en duidelijk zingen. Let goed op. Een aapje liep door bos en struiken. Een aapje liep door bos en struiken. Helaas het liep, liep, liep in ene strik. Helaas het liep, liep, liep in ene strik. O wee, o wee, o wee. Zo gaan we dat zeggen. Tuurlijk, ik moet ook proberen de andere woordjes te doen.